Steven hier van History Hustle. We staan hier in Bandung op het eiland van Java, hier in Indonesië. En zoals je kunt zien is de verkeersdrukte in de loop der jaren toch wel ietsjes toegenomen. De foto die je net zag was een foto uit de jaren 20. Toen Indonesië nog gebukt ging onder de naam Nederlands-Indië. En daarmee deel uitmaakte van de Nederlandse staat. Hier liep de grote postweg en daar liep de karrenweg. En dat was het uitgaansdistrict waar de rijke elite, Nederlandse elite, kon gaan winkelen. De tijd van Tempo Dulu wordt het ook wel eens genoemd. Hè? De verleden tijd, het nostalgische koloniale verleden. Maar hoe was dat voor de Indonesiërs die gebukt gingen onder het Nederlandse gezag? Daarover meer in deze video. En dit was dus vroeger, hè, de straat waar de Nederlandse elite uitging en winkelde. Goed, terug naar Nederlands-Indië, want hoe zat het ook alweer? Oké, op 1 januari 1800 bestond de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, niet meer. Faillissement. En alle bezittingen, schulden en administratie van de VOC werden overgenomen door de Nederlandse staat. Nou, van 1811 tot 1814, onder de Nederlandse bezittingen in Oost-Indië, huidige Indonesië, onder Brits gezag. Hoe dat precies kwam, kijk er even een video over, die gaat over de Britse invasie van Java. Maar van 1816 ging de eilandengroep officieel gebukt onder de naam Nederlands-Indië en maakte daarmee deel uit van de Nederlandse staat. Gedurende de 19e eeuw voerde Nederland diverse koloniale oorlogen om de hele eilandenarchipel onder controle te krijgen. En het duurde echt pas tot begin 20e eeuw voordat ze alle uithoeken in hun bezit hadden. Maar zelfs bepaalde regio's bleven zich onttrekken aan het Nederlands gezag. Aceh bijvoorbeeld, daar bleef het onrustig. De Nederlanders hadden een leger en het heette het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Opgericht in 1830 en bestond veelal uit Indische militairen, Javanen, Ambonese, Madonese, onder leiding van blanke Europese officieren. En zo was Nederland in staat, met een handjevol ambtenaren, een hele eilandenarchipel te besturen. Een gebied dat vele malen groter was dan het moederland. Maar Nederland had geld nodig, want de bodem van de schatkist kwam in zicht. En in 1830 vuurden zij het beruchte cultuurstelsel in. Dat hield in dat Javaanse boeren 20% van de opbrengsten van hun landbouw aan de Europese markt moesten geven. Of, als ze niet genoeg landbouwgrond hadden, moesten ze 66 dagen dwangarbeid verrichten voor de Nederlanders. Nou, wat veel van die boeren deden, was dat zij gewassen gingen kweken, zoals suiker en specerijen, die bedoeld waren voor de Europese markt. Maar daardoor werd de rijstbouw verwaarloosd en ontstonden er hongersnoden. Tel daarbij op dat veel Europese ambtenaren gruwelijk misbruik maakten van het systeem. En de boeren genadeloos uitbuiten, puur voor eigen gewin. Daardoor vond er een hele verarming plaats van de Indische bevolking. In Nederland kwamen er twijfels over dit systeem. En met name het boek van Multatuli, Max Havelaar, maakte een diepe indruk. Het cultuurstelsel werd afgeschaft in 1870 met de komst van nieuwe wetten, de Suikerwet en de Agrarische Wet. Echter, armoede bleef bestaan. De Indonesische bevolking leefde in grote armoede en eind 19e eeuw kwamen er steeds meer stemmen op in de Nederlandse politiek om daar wat aan te doen. Liberale kringen sprak men al van een inlossen van een ereschuld. En in protestant-christelijke kringen hadden ze over zedelijke verplichting. Een verplichting om de Indonesische bevolking te helpen. En het doel was van deze ethische politiek, die werd gelanceerd in 1901, om de inlandse bevolking economische en politieke zelfstandigheid te verlenen. En het ging aan de hand van een drietal pijlers. Irrigatie, het verbeteren van de landbouw, technieken en infrastructuur.
immigratie, om een overbevolkt Java tegen te gaan. En tot slot educatie, te schaffen van onderwijsprojecten. Maar gezegd moet worden dat het maar allemaal mondjesmaat op gang kwam. En het had één groot averechts effect. Want zij die wel onderwijs genoten, ontpopten zich tot felle nationalisten die streefden naar een onafhankelijk Indonesië. En met name tijdens de jaren 30 liepen de gemoederen hoog op. En kwamen de Indonesiërs en de Nederlanders, mede door de grote economische depressie die toen woedde, steeds meer tegenover elkaar te staan. Tot 1942, want toen vielen de Japanners binnen. Hoe Nederland zijn kolonie verloor, daarover ga ik het uitgebreid hebben in de volgende video's. Over de Japanse verovering van Nederlands-Indië, de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de politionele acties.